Vanavond, gezien de tijd, wil ik graag beginnen met de oriënterende ronde. Ik verwacht dat iedereen die aanwezig is in dit huis hier ook zit en niet weggehaald is. Ja. Zo goed? Ja. Van harte welkom bij deze oriënterende ronde, dinsdag 27 augustus. Vanuit hier zijn geen mededelingen. Even rond. Voor ons ligt de agenda. Punt 2, kunnen we de agenda vaststellen zoals deze voor ons ligt. Dan gaan we verder naar punt 3 op de agenda, dat is het spreekrecht. Tot op dit moment hebben zich geen mensen gemeld. Die gaan zich ook niet melden, zo te zien. Dan gaan we over naar het meningsvormende gedeelte. En op punt 4 van de agenda staat de wijziging algemene plaatselijke verordening. Dan kijk ik die kant. Plus. Meneer Wiet, ja. +50, mevrouw Verschuur. Dankjewel, voorzitter. Ik heb een aantal vragen. In de APV is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen voertuigen ten behoeve van gehandicapten en rolstoelen. Het een mag niet, het andere wel. De vraag is, als er zo'n duidelijk onderscheid wordt gemaakt, waaronder valt dan een scootmobiel? En dan tussen aanhalings raadsbesluit onder artikel 1.1 en bij voorwerpen op de weg artikel 2.10. De tweede vraag, bij voorwerpen op de weg artikel 2.10 staat dat het college een vergunning kan weigeren. En bij lid 4 onder I staat door het college aan te wijzen voorwerpen. Niet is aangegeven welke voorwerpen dat zijn. Het is dus een blanco check afgegeven aan het college. Vraag 3. Bij was en wordt is er een taalfoutje pagina 3 evenementen. Als in het derde lid A met rood wordt aangegeven, maar er moet doorgenummerd worden. Dat moet zijn B. En in de APV wordt er iets gemist voor de vergunninghouders voor evenementen. Dat binnen een week na het einde van het evenement alle reclames voor het evenement moeten verwijderen worden. Soms zie je aanplakborden op lantaarnpalen of grote spandoeken 2 maanden later nog aanwezig zijn. Dat is een verrommeling van de ruimte. Dan heb ik nog één. Op 7 augustus 2018 is de ledenbrief van de VNG met betrekking tot de wijzigingen in de APV 2018 al ontvangen. Deze brief is door het college behandeld op 2 juli 2019 en wordt op 10 september 2019 in de raad behandeld. Wat is de reden dat dit jaar duurt voordat deze wijzigingen worden behandeld en doorgevoerd? Op 14 augustus 2019 zijn de wijzigingen ontvangen met betrekking tot APV 2019. Wanneer wordt deze uiteindelijk behandeld? En B. Omdat er wijzigingen zijn in 2019 ten opzien van 2018, wat gebeurt daarmee? De APV 2019 is anders dan de APV 2018 op bepaalde punten. Wanneer zich de situatie voordoet in 2019 dat er een omstandigheid is, deze anders moet worden aangevlogen dan vanuit 2018, wat is dan maatgevend? Dat was het. Dankjewel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Verschuur. Met name de eerste vragen waren erg technisch. Ik laat het straks aan de wethouder over of hij ze zal beantwoorden. Meneer Wiet, aan u is het woord. Jawel, dank u wel, voorzitter. Als je kijkt naar was woord, dan bladzijde 2, artikel 2.10 en dan punt 8. Er staat bij een positieve fictieve beschikking, bij niet tijdig beslissen, dat het van toepassing is. En dan als je kijkt naar de volgende bladzijde, artikel 2.25 en dan punt 6. Ja, daar staat dat het niet van toepassing is. Dus de vraag is ter verduidelijking eigenlijk voor mij of het zo goed is of dat een foutje is. Volgens mij was dan mevrouw Joldersma. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik neem even waar voor mijn collega Birgit Ruske, die zich helaas ziek moest melden.
We waren ook wel blij met deze documenten en ook het heldere overzichten die erin stonden. Zoals dat wordoverzicht was heel handig. Wij willen er één punt even uitleggen wat voor ons nogal een politiek aangelegen punt is. En dat is de definitie van de kleine evenementen. Dat is een nieuwe definitie. Gaat over sociale activiteiten eigenlijk. Tenminste, zo interpreteren wij hem. Waar je dan geen vergunning voor hoeft aan te vragen en ook geen lezers hoeft te betalen, maar die je alleen hoeft te melden. En over die definitie hebben wij wel een aantal vragen. Eentje heeft te maken met de definitie die eigenlijk al in de tekst stond. Als je bijvoorbeeld naar de snuffelmarkten kijkt, dan staat daar een definitie over kleinschalige, niet-commerciële rommelmarkten. De vraag is even, van hoe verhoudt die definitie zich eigenlijk nou met die definitie van kleine evenementen? En kan je anders die definitie die er al stond over die kleinschalige, niet-commerciële rommelmarkten niet gewoon uitlaten? En als je kijkt naar de nieuwe definitie die er nu is gekomen voor die kleine evenementen, vinden wij het heel belangrijk dat bewoners weten waar ze aan toe zijn. Wanneer moet je wel en wanneer moet je niet? En klinkt dat ook logisch? Het gaat bij kleine evenementen om eendaagse activiteiten. Maar een van de eerste criteria, en ja, ik heb alle artikelen er niet bij genoemd, maar misschien kent u de APV langzamerhand uit hoofd, is dat het gaat over 100 mensen. Dus het mag een kleine evenement, de afbakening is 100. Ja. Wij hebben, of Birgit heeft dus opgezocht bij andere gemeenten, die noemen soms 500. Waar komt dat getal 100 vandaan en kan dat gewoon ook niet wat opgerekt worden? Dan staat er nog een getal en dat gaat over dat je 10 vierkante meter met een of ander object op de weg bezit mag houden. Nou, wij denken bijvoorbeeld aan zo'n buurtactiviteit met zo'n springkussen. Nou, ik heb ze niet gemeten, maar volgens mij zijn die wel wat breder dan 10 vierkante meter. Het zou zonde zijn als dat nou weer net buiten die definitie valt. En dan is er nog een derde punt en dat gaat over je mag geen gebruik van de weg maken. En dan staat er vervolgens als toelichting staat er zoiets van, nou, je mag in ieder geval de verkeersdoorgang of de niet belemmeren. Wij denken dat dat nog ook alweer zo'n strakke definitie is. Want om nog maar even die vragen die wij eerder hebben gesteld over bijvoorbeeld de rommelmarkt en de vlooienmarkt. Nou, stel dat zo'n vlooienmarkt die vindt plaats op een parallelweg. Mensen kunnen prima aan de overkant langs. Het verkeer wordt niet belemmerd, dan zouden wij zeggen, mag dat geen reden zijn om het geen klein evenement te noemen. Graag daar een toelichting op. Dank u wel, de heer Stelpstra. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mijn collega Verschuur die stipt het ook al aan dat een jaar na dato de aanpassingen zijn verwerkt. En op zich zijn we er heel erg blij mee. Alleen is het wel erg lang. Ook wetende dat er nu alweer een nieuwe modelverordening ligt. Dus we zijn even benieuwd of het wellicht in de toekomst wat sneller kan. En wat we jammer vinden is dat, er staat dan een zinnetje, dat de aanpassingen die buiten het team PTH vallen, door andere afdelingen en teams worden beoordeeld en nodige aanpassingen van de AVP zullen, indien nodig, afzonderlijk aan u worden voorgelegd. Ja, dat zouden we heel erg jammer vinden, dat we iedere raadsvergadering van één team een aanpassing krijgen. Dus is het niet handiger om in de toekomst alles gewoon in één keer te doen en het dan ons aan te bieden? Dat is voor iedereen efficiënter. Dank u wel. Dit was het voor de eerste termijn. Dan heb ik wethouder Sven Kater. U wilt een paar minuten schorsen? Prima. 5 minuten, 10 minuten. 5 minuten schorsing. Dus wie dan nog met Piet Kees mee wil? De videoman vraagt wie nog niet geweest is en of die alsjeblieft wil komen. Ja. Het college is gereed, dus ik wil de mensen die op de gang staan in de hal ook graag vragen hier naartoe te komen. Dank u wel, voorzitter. Ook dank dat ik even mocht schorsen, want zoals u weet is dit niet mijn portefeuille, maar vanwege de afwezigheid van de portefeuillehouder mag ik dit doen. En ik ga toch proberen u zo goed mogelijk te beantwoorden. Echter, er zijn ook heel veel vragen gesteld over zaken die nu niet veranderen, maar die gewoon al lang bestaand beleid zijn, maar die, waar toch vragen over worden gesteld. Maar ik ga een poging doen om ze toch te beantwoorden. Allereerst, de APV, de voertuigen, scootmobiel, waar valt dat onder? Ik ga u voorstellen om daar even schriftelijk op te antwoorden, want dat is ook niet een zaak die nu veranderd is, maar dat is iets wat al jaren zo is. Die ga ik u schriftelijk beantwoorden, die kunnen we zo snel nu niet vinden. Even kijken, dan was de
Hetzelfde geldt voor de weigering door aan te wijzen voorwerpen. Dat zijn zaken die we eigenlijk van geval tot geval met maatwerk willen bekijken. Soms kun je wel voorwerpen op de weg zetten, soms niet. Maar nou ja, goed, daar willen we graag maatwerk voor houden. En de taalfout die in, dat klopt, er stond een taalfout in het was- en worddocument, maar dat is natuurlijk niet een officieel document. Overigens hoor je ook in niet-officiële documenten geen taalfouten te maken. Maar dat is niet een raadstuk of een collegestuk. Wordt aangepast. Dan de, even kijken, de APV-vergunning. Ja, zijn zaken die niet in de APV staan. Maar die staan wel in het evenementenbeleid, want het evenementenbeleid is weer een uitwerking van de APV. Dus sommige dingen staan niet in de APV, maar die ziet u wel in de evenementenverordening. Zo hebben we meer zaken. Hè. De bouwverordening is bijvoorbeeld ook veel uitgebreider dan de APV. Het zijn uitwerkingen. En daarom zie je dus sommige dingen ook hier niet terug. Dan het hele traject. Daar zijn vragen over gesteld, ook door de ChristenUnie. Waarom heeft het allemaal zo lang geduurd? Er is gewacht op het nieuwe evenementenbeleid om dat in ieder geval aan de APV toe te kunnen voegen. Diegene die zegt van ja, is het niet beter om het integraal aan te pakken? Daar zijn we het allemaal mee eens en dat gaan we ook in de toekomst ook doen. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat we hier inderdaad elke keer met een deeltje van de APV naartoe komen. Maar het had er nu mee te maken dat het zo lang heeft geduurd dat we hebben gezegd we wachten even op het evenementenbeleid. En dan gaan we het ook zo snel mogelijk in de raad brengen. En in de toekomst is het absoluut de bedoeling om dat integraal te doen. Dan in het was wordt Partij van Arbeid verhaal. Bij het enige staat het bij niet tijdig beschikken. En bij de andere keer van juist, dan is hij vergund. En bij de andere keer bij niet tijdig beschikken is hij niet vergund. Waarom is dat zo? Dat hangt af van het zwaarte van het evenement. Er zouden dingen kunnen zijn waarvan je zegt van ja, dit willen we niet, als we niet tijdig beschikken, toch nog niet vergund hebben. Want dat heeft een bepaalde risico-impact. En bij andere zaken, nou, die zijn van minder groot belang. En dan is dat wel zo. Daarom zitten dus ook bij sommige bepalingen daar ook verschillen in. Dan het CDA, de kleine evenementen. Ook dat is iets wat in het evenementenbeleid is geregeld, wat nu is overgenomen. Waarom 100 en waarom geen 200 en waarom geen 50? Nou, daar zitten bepaalde risicoanalyses onder. Dus, maar 100 is altijd arbitrair, 200 is arbitrair, 50 is arbitrair. Maar dat is een norm die naar een risicoanalyse is genomen. Even kijken. En ja, en dan komt u met allemaal voorbeelden die inderdaad, maar die zijn vastgesteld in het evenementenbeleid. Dus zijn ze ook nu in die APV gekomen. Geen gebruik van de weg, verkeersdoorgang niet belemmeren. Ook daarvan zeggen we van, we willen graag maatwerk kunnen leveren. En nou ja, dat is eigenlijk iets waarom we ervoor kiezen om sommige dingen wel in de APV te zetten en soms in het evenementenbeleid met een uitwerking. Maar we willen ook graag voor kleinschalige zaken de mogelijkheid hebben om maatwerk te kunnen leveren. De ChristenUnie heeft dus inderdaad wat gezegd over de tijdsduur. Nou, daar heb ik eigenlijk al op geantwoord, voorzitter. Ik begrijp dat sommige dingen misschien niet helemaal duidelijk zijn. Het is niet mijn piece of cake, ik geef het maar gewoon eerlijk toe. Mochten er nog andere zaken zijn, we willen ze ook heel graag schriftelijk beantwoorden. Niet om er vanaf te zijn, maar wel om u van een adequaat antwoord te voorzien. Mevrouw Joldersma, u wilt de vraag ter verduidelijking stellen? Ja? Inderdaad, ja. Nog even over dat maatwerk. Want ik snap dat we dus eerst even moeten terugkijken wat we toen in het evenementenbeleid hebben afgesproken. Maar dan kan ik me voorstellen dat je sommige dingen dan wel in de APV zet en andere dingen niet. En als je maatwerk wil leveren, zou je juist denken dat je niet al te strakke criteria dan zet in de APV. Want dan ga je op geen maatwerk, maar dan ga je toch weer via de standaardlijn dat veranderen. Dus ziet u ook nog wat ruimte voor iets oprekking of iets algemenere termen daarvoor? Ja, nou kijk, wij hebben gezegd van dit is wat er in ieder geval wel in moet. Want daarmee hebben we ook een kader gesteld, zeg maar. Ja, dat is wel goed. En als u zegt van nou ja goed, wij willen het graag ruimer. Ja, dan moeten we daarnaar kijken of kunt u amenderen.
Maar wees er wel van bewust dat het niet zomaar is gekozen. Overal zit een risicoanalyse achter. Het staat er niet voor niks in. En het is, APV is ook een document waar we ook weer handhaving... Hè. Je hoeft niet altijd alles te doen, maar het geeft je wel de titel om te handhaven. En daarom is het goed dat het erin staat. Ja. De heer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Misschien kan de portefeuillehouder een toezegging doen wanneer de volgende APV-bewerkingen integraal worden aangeboden. Ja, u bent altijd scherp in het zoeken naar toezeggingen. Maar ik heb... Aangezien het niet uw... piece of cookie is, dan denk ik, dat is, doet hij zo even. Piece of cake. Ja. Nee, maar die toezegging ga ik niet doen, want ik zou het niet weten. Dank u wel. Volgens mij zijn de vragen die gesteld zijn tot dusver beantwoord. Zijn er nog vragen voor de tweede termijn? Kan ik daarin iemand het woord geven? Jazeker. Nog één opmerking. Nee, mochten er nog onduidelijkheden zijn, of er zijn onduidelijkheden over het evenementenbeleid, willen we heel graag dat ook nog eens een keer gewoon even een keer toelichten buiten de vergadering om. Als daar behoefte aan is, doen we dat heel graag. Dank u wel voor die toezegging. Hebben we toch een toezegging, meneer Stelpstra? Dan is mijn vraag, gaat het naar de raad als een hamerstuk of een bespreekstuk? Wij willen we graag als bespreekstuk nog even openlaten. Dan gaat hij als bespreekstuk naar de raad. Dan gaan we verder naar punt 5 van de agenda. De vaststelling verklaring van geen bedenking voor de realisatie van een aardappelbewaarloos. Van de Krimweg in Aan en Veen. En wie kan ik daarover het woord geven? Kijk ik nu rechtsom. Ja, dank u wel. Ja. Mevrouw Peltjes, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Na alle stukken te hebben gelezen en de planologische voorbereiding door te hebben genomen, wil ik graag alle betrokkenen complimenteren met de leesbaarheid en de volledigheid van de stukken. De ingediende zienswijzen zijn allemaal beantwoord. Al met al hoeven wij als fractie alleen een verklaring van geen bedenkingen vast te stellen. Toch willen wij nog een paar vragen stellen, waarbij de zinsnede dat gedeputeerde Staten van Overijssel als bevoegd gezag te verzoeken om de volgende voorschriften omtrent planologisch strijdig gebruik aan de omgevingsvergunning te verbinden. Het ruimtelijk kwaliteitsplan met sloopopgave en landelijke inpassing dient te worden uitgevoerd binnen 24 maanden na onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning als trigger heeft gewerkt. De vragen luiden dan: in hoeverre zijn de omwonenden betrokken bij de planvorming rondom de biogasinstallatie en de bouw van de nieuwe aardappelbewaarloods? Heeft de provincie, het college of initiatiefnemer hierin pogingen ondernomen of zijn er besprekingen geweest? De tweede vraag is: wat is de achtergrond dat het college een uitvoering van de sloopopgave en landschappelijke inpassing van 24 maanden hanteert? En de laatste vraag is: is het noodzakelijk dat de loods zo groot wordt? Het is voor een opslagloods wel een omvangrijk gebouw. Is het college overtuigd van een nut en noodzaak? Kan men ons hier iets over vertellen? Dank u. Meneer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Een paar kleine vragen hoor, maar er staat in het besluit dat wij moeten instemmen met alle zienswijzen. Terwijl eentje over de aardappelloods gaat en de andere over de biovergister. Dat is voor mij dan weer even onduidelijk. En dat brengt mij direct bij het volgende vraagstuk ten aanzien van de biovergister. Wat mogen wij ervan vinden en wanneer zouden wij er wat van mogen vinden? En dan komt daar nog bij, het is nu een gecombineerd plan waarvan we van een gedeelte niks mogen vinden. Dat wordt wel enigszins toegelicht. Hè, maar je hebt ook weer te maken met verkeersbewegingen in zo'n landschappelijk gebied. En zouden we daar wat van mogen vinden? Nou, daar ben ik even benieuwd naar. Dank u wel. CDA, mevrouw Vetker. Dank u wel, voorzitter. Wij als CDA-fractie hebben de volgende vragen. Is er inmiddels voldaan aan het ruimtelijk kwaliteitsplan dat bij het vorige plan, het ontwerp van 2018, duid ik dan op, is ingediend? En hoe zorgen we ervoor dat het ruimtelijk kwaliteitsplan dat nu is bijgevoegd, ZSM wordt uitgevoerd?
Dan gelet op de verwachte toenemende aantal transporten van en na de aardappelbewaarloods, heeft het CDA de volgende vraag. Hoe gaan de transporten van de aangrenzende percelen? Gaan die via de Krimweg of gemakzijdshalve via de Slagenweg? De vraag stellen wij met het oog op de verkeersveiligheid. De Slagenweg is namelijk de route voor de buurtbus en een fietsroute voor de scholieren. Ten slotte, hoewel we het nu sec hebben over de aardappelbewaarloods, lezen wij wel dat de omwonenden bang zijn voor meer stankoverlast. Deze overlast is nu ook al regelmatig aanwezig. Hoe zorgt u ervoor dat deze loods niet gebruikt wordt voor producten die als input gaan dienen voor de biovergister? En zou u kunnen aangeven wat er gedaan kan worden indien de klachten aanhouden? Ik realiseer me dat de vraag misschien iets afwijkt van hetgeen wat nu voor ligt, maar in verband met het zienswijzeverslag wil ik het toch vragen in de hoop er een antwoord op te krijgen. Dank u wel. Ook bedankt. We zullen zien straks wat de wethouder daarover antwoordt. De heer Gelling, denk ik. Ja, voorzitter, dank u wel. Ook de VVD-fractie sluit zich aan bij vorige sprekers in zoverre het gaat om dat onduidelijkheid van het voorliggende plan. Want ook want de zienswijzers inderdaad zien allemaal eigenlijk op de biovergister. Het gaat hoofdzakelijk over stankoverlast en dergelijke. Terwijl wat hier voor ligt, een verklaring van geen bedenking is, ter zake de aardappelloodsen en niet zozeer de biovergister. Dus in de communicatie is dat niet alleen hier wat verwarrend, maar wellicht ook naar de omwonenden. Ja, maar verder heeft de VVD geen opmerkingen ter zake het plan op zich. Waar wij nog wel graag nu zouden willen voorleggen is eigenlijk het verlengde van meneer Van den Bergen als eerder gevraagd heeft, is de consequenties van de, laat ik maar zeggen, de stikstofuitspraak van de Raad van State. In hoeverre is die hiervan belang? Als we dan toch dit als klein kapstokje zouden mogen gebruiken, zou u wellicht nog iets willen zeggen dan over, en ik kijk even, de dingen die nu spelen ter zake de, ja, ik zeg maar PFOS. Ik denk dat u begrijpt waar het over gaat. Hè. Er is dat deeltje wat in de grond schijnt te zitten en nu ook weer voor veel commotie zorgt. Dat zal ook hier ongetwijfeld van toepassing zijn, maar wellicht dat de wethouder iets in het algemeen wat kan zeggen over stikstof en PFOS, zeg ik het goed? In ieder geval het stofje in de grond. Dank u wel. Dank u wel, meneer Gelling. De heer Jonkhans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik deel de woorden van de heer Stelpstra qua onduidelijkheid. Ik bedoel, er wordt een heel verhaal opgetuigd voor die uitbreiding van de mestvergister, waar we eigenlijk niks van moeten vinden. Het zit er wel allemaal bij. Er gaan ook zienswijzen gaan erover. En ik kan me dat ook heel goed voorstellen dat mensen zich daar druk over maken. En daarbij kom ik tegelijkertijd op, ook dat hebben we al eens eerder aangegeven, dat er bij dergelijke projecten voor mestvergister altijd een beetje het gevoel krijgen van salamitactiek. Het gaat dan weer failliet en dan moet het weer groter worden en dan moet er weer een plukje bij. En dan komt er weer wat bij. En nu een nieuwe variant, er komt een aardappelloods bij. Ja, wij vinden dat toch een vreemde plek voor in feite een industrieel gebied wat er nu wordt gerealiseerd. Het wordt zelfs in het stuk genoemd. Dus toch nog een heroverweging van kan het niet gewoon op de plek waar de boerderij staat in plaats van bij deze industriële plek. Dank u wel. En mevrouw Verschuur, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik deel de meningen van meneer Stelstra en de andere woordvoerders. Ook de onduidelijkheid over de stukken. Het besluit gaat hier over de aardappelloods. En ik kom toch vrij veel over de biovergisting tegen. Er zijn al wat vragen gesteld. Ik heb nog een vraag over een zienswijze die ingediend is. Dan wordt namelijk gesproken over een kamaliteitenplan. En in de beantwoording wordt daar geen antwoord op gegeven. Nu besef ik me maar al te goed dat de vergunninghouder hier in provincie Overijssel is. Maar toch wil ik graag van de wethouder weten van of zij zicht hebben op die calamiteitenplan. En of dat een onderdeel is van wat er ingediend is. En verder sluit ik me bij de woorden aan van mevrouw Vetke. Vooral rondom de biovergisting en de geur. Dus daar sluit ik me op aan. Dank je wel, voorzitter. Dank u wel. Kijk achter ons, wethouder meneer Breukeman. Dank u wel, voorzitter.
Ja, de aardappelen bewaarloods. In december hebben we het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen hier aan de orde gehad. Nu de definitieve vaststelling daarvan. En ik begrijp wel, als ik links-rechts ook zo'n beetje hoor, dat er af en toe wat verwarring ontstaat, want alle stukken zitten in principe bij. Het is één aanvraag die wordt gedaan bij gedeputeerde staten. Nou, dat is in dit land in die zin ook wel goed geregeld. Je doet de één aanvraag en daar volgt dan allerlei dingen uit. Gedeputeerde staten is daarbij bevoegd gezag. Alleen er zit een onderdeeltje in wat bij de gemeente valt. En dat beperkt zich dan tot de bouw van de aardappelbewaarloods. Er zijn een aantal vragen over gesteld. Een aantal ging ook over dat ruimtelijk kwaliteitsplan. Waarom staat er nu zo specifiek die 24 maanden die er vorige keer niet in stond? Nou, we hebben de vorige keer, wat ik mij herinner, ook een discussie gehad hier. Over op wat voor termijn worden nou dit soort plannen tot uitvoer gebracht. Toen hebben we ook met elkaar geconstateerd dat het toen nog niet helemaal gelukt was. Het plan wat in 2013 goedgekeurd is. Nou, inmiddels is dat wel zo. We hebben daarop geacteerd. Er zijn mensen bezig kijken. Hebben ook gesommeerd om daar een uitvoering aan te geven. Dat er anders, nou ja, andere maatregelen genomen moeten worden. Dus dat is inmiddels geregeld, het plan van 2013. Maar wel gezegd, ook naar de aan de hand van de discussie de vorige keer hier, van nou laten we nou gewoon een harde termijn noemen in de tekst. En dat ook meegeven aan de provincie, dat we daar wat ook wat harder en wat strikter in kunnen zijn. En indien nodig daar ook gewoon op kunnen handhaven. Ja, dat de zienswijze van alles erbij zit, dat klopt. En we moeten alleen reageren op de zienswijze die betrekking heeft op de aardappelbewaarloods. Volgens mij moeten we dan nog een kleine textuele aanpassing voor in het raadvoorstel doen, want daar staat inderdaad een aantal zienswijzen meer opgenoemd. Dat zullen we aanpassen in het besluit. Ja, klopt. Het gaat alleen om de Kimmer 1, geloof ik, hè? Die moeten we laten staan. Een vraag gesteld over de pas of over ontwikkelingen in de ondergrond die na die tijd nog zijn gekomen. Ja, het is hierbij zo dat de MB-vergunning al verleend is en onherroepelijk is. En alles wat in het vergunningsstelsel al onherroepelijk is, daar is niet meer onderhevig aan die nieuwe ontwikkelingen. Ook niet aangaande van de pas. Dat geldt wel voor vergunningen die niet onherroepelijk zijn, of voor de meldingen, maar voor deze blijft van kracht. De calamiteitenplan heb ik niet. Daarvoor zouden we ons echt tot de provincie moeten richten, denk ik. We kijken of het daar wordt ingebracht bij het milieudeel voor de vergister. Dan het verkeer, voorzitter. De Krimberg en de Slagerweg, daar werd nagevraagd. Nou, we hebben het even nagekeken. Alles wat te maken heeft met het vergisterdeel, hè, dat moet via de Krimberg. Voor de aardappelbewaarloods SEC zou het ook op de Slagerweg kunnen. Dus als u vindt van ja, we hebben daar een bepaalde voorkeur in, dan zou het goed zijn om het kenbaar te maken. Want dan zouden we kunnen proberen om dat in het ruimtelijk kwaliteitsplan nog een plek te kunnen geven richting de provincie ook. Nou, hoe zorgen we er ook voor dat we dat de aardappelbewaarloods niet wordt gebruikt voor de vergister straks? Hè? Er werd wat angst over uitgesproken. Ja, in die zin is het in de bestemming heel simpel. In de bestemming voor de aardappelbewaarloods mag echt alleen de opslag, in dit geval voor de consumptie aardappelen, plaatsvinden. En de bestemming onder de aardappelbewaarloods heeft ook niet dezelfde bedrijfsbestemming als de vergister. Dus je mag niet de locatie van de loods gebruiken als input voor de vergister. Nou, we kunnen dan altijd een tegenvraag stellen. En hoe gaat u dat dan zorgen dat gebeurt? Ik zie u ook ja knikken. Maar het lijkt me gewoon goed dat als er andere signalen over zijn, dat we elkaar daarvan op de hoogte houden. En dat wij ook de omgevingsdienst en de provincie dan vragen om daar eens even met ons mee te gaan kijken. Voorzitter, mag ik even een verduidelijkende vraag stellen? Jazeker, meneer Van den Berg. De heer Breukman spreekt alleen over consumptieaardappelen, maar ik ga ervan uit dat de fabrieksaardappelen ook waren opgeslagen. Ja, volgens mij staat zelfs ergens akkerbouwproducten, maar ze mogen in ieder geval niet als input dienen voor de vergister. Dat moet helder zijn. Ja, daarmee, voorzitter, heb ik volgens mij de vragen gehad. Voorzitter. Meneer Gelling. Voorzitter, ik had los van stikstof eigenlijk mijn bedoeling om even de wethouder te motiveren om wellicht nog eens terug te komen op
de hele stikstofpas problematiek. Want ik las een artikeltje over een wethouder in Ermelo die daar een zeer uitgebreide onderzoek naar gedaan had. En dat had nogal wat consequenties. En ik kreeg de vorige keer een beetje de indruk dat u zei van nou, dat valt allemaal mee. Terwijl wellicht het wel goed is om daar toch eens een inventarisatie van te maken, voor zover dat niet gebeurd is. En die ook eens rond te sturen, omdat we natuurlijk ook wel met een Natura 2000 gebied te maken hebben. En het zou denk ik wel goed zijn om daar de communicatie helder in te houden. Ja, voorzitter, mee eens. Het is ook niet zo dat de pasproblematiek dat meevalt of zo. Dat levert echt een aantal aanzienlijke problemen op. Daarom is er ook een landelijke crisisteam rondom de pas. Bij de provincies zijn daar mensen voor. In het overleg van Samenwerk Beter zijn we daar een aantal keren voor bij elkaar om te kijken ja, hoe gaan we daar nu mee verder. Nou, voelt voor nu wat te ver om er allerlei vergezichten over te schetsen. Dat zou je kunnen hebben over ADC-toets, je zou het kunnen hebben over salderen en dat soort zaken. Maar misschien is het wel goed om daar nog eens even een keer wat dieper op in te gaan. Ook omdat er vanuit het landelijke nu gekeken wordt, ja, hoe zouden we nu toch nog weer tools of instrumenten kunnen ontwikkelen. Of de ontwikkelingen toch weer van de grond zouden kunnen komen. Heeft ongetwijfeld ook wat gelezen over bedrijventerreinen, woningbouw en wat het daarvoor voor betekent. Dus misschien is het wel eens goed om die actualiteit nog eens even naar u te schetsen. Ja, zeker. De heer Stelpstra. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik was nog even benieuwd of wij nog een keer wat van de biovergisten mogen vinden. Of dat hier nog te sprake gaat komen. Die vraag was misschien niet duidelijk. Ja, de vergister die zeg maar ook aangevraagd is bij gedeputeerde staten, die past in het bestemmingsplan wat daaronder ligt. Dus in die zin komt die hier niet meer aan de orde en ja, biedt het bestemmingsplan in die zin rechten en plichten voor zowel ondernemer als overheid. En als het nou niet passend was geweest in de bedrijfsbestemming die eronder lag, dan hadden we nog een keer met elkaar iets moeten vinden. Want het passende bedrijfsbestemming die onder het gebeuren ligt, ja, komt die hier niet meer aan de orde. Ja, toch wel een bijzondere situatie, omdat het hier over een omvangrijke, toch wel een duurzaamheidsaspect hebben, investering. Bij andere grootschalige duurzaamheidsprojecten, daar hebben we kaders voor opgesteld. Hè, ik noem maar wat, maatschappelijke compensatie, of hoe je het ook wil noemen. En dat valt dus allemaal hier buiten deze ontwikkeling. Hè, want ik hoor ook van mensen uit bijvoorbeeld de Krim dat als de wind een beetje waait, dat het daar wel goed te ruiken is. En nou ja, het wordt nu groter, dus dat zal alleen maar toenemen. Dus ik vind het in die zin vind ik het wel heel erg jammer dat toch wel zo'n vrij grote ontwikkeling totaal buiten ons gezichtsveld gaat plaatsvinden. Ja, voorzitter, een beetje flauw antwoord, maar zo is het een beetje geregeld. Hè. Het is van die aard en omvang dat de provincie het bevoegd gezag is. Het past in de bestemming, dus komt het hier niet meer terug. Alleen die signalen hè, vanuit de Krim van nou ja, dat het nu af en toe ook wel eens te maken heeft met stankoverlast en zo dingen, die ken ik ook. Dus ik denk wel dat het goed is dat wij ook in de contacten richting de provincie, ook omgevingsdiensten aangeven van joh, prima, hè, u bent bevoegd gezag. En je maakt natuurlijk ook al wel een beetje op uit de zienswijze dat zo beleefd wordt, maar dat we daar met elkaar wel alert op zijn. Ja, ik begrijp dat u wel eens op het provinciehuis komt. Dus wellicht kunt u ook meenemen welke uitgangspunten wij hebben geformuleerd met elkaar ten aanzien van grootschalige ontwikkelingen. Dat zal ik te harte nemen, voorzitter. Mevrouw Verschuur. Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van wat ik nu net aan heb gehoord en ik heb de vraag gesteld over die kanaliteitenplan. In hoeverre krijgen wij daar hier nu nog antwoord op? Want biovergisting, aardappelbewaarloods, samen, de geur en dergelijke. Dus mijn vraag is eigenlijk van, want u gaf net al aan van, nou ja, die vraag moet gesteld worden aan het college. In hoeverre krijgen wij hier dan het antwoord op terug? Ja, voorzitter, ik zou tegen mevrouw Verschuur haast geneigd zijn te zeggen dat zij de wegen in het provinciehuis misschien wel beter kent dan ik. Ja, dat is waar. Maar misschien zouden wij die vraag over die kwaliteitenplannen wel eens even op kunnen halen en aan u door kunnen spelen. Ja, dank u wel. Ik heb niets meer te zeggen. Voorzitter, ik wou nog graag antwoord hebben in hoeverre als de omwonenden betrokken zijn bij de planvorming.
rondom die biogasinstallatie en de bouw van die nieuwe aardappelbewaarloon. Ja, voorzitter, dat in ieder geval de gebruikelijke manier met zienswijzen, et cetera, die te inzage hebben gelegen. Het principeverzoek is van 2017, dus of hoe het voor 2017 gegaan is, ja, dat weet ik eigenlijk niet goed. Of daar toen ook al contacten zijn geweest of niet. Ik zou nog wel een poging voor u kunnen doen om te kijken of we daar iets van hebben, hoor. Maar of er in die periode rondom het principeverzoek ook contact is geweest. Ja, want, stamt dan het plan om die aardappelloods zo groot te maken ook van 2017? Ligt dat plan er dan al 2 jaar? Ja, het principeverzoek is inderdaad van 2017 en daar werd deze loods al in genoemd. Volgens mij zijn nu in de eerste termijn de vragen beantwoord. Kijk ik even rond voor wie er in de tweede termijn nog vragen wil stellen. Opmerkingen heeft van de wethouder. Niemand? Nou, dan is de logische vraag of dit punt meegaat naar de raadsvergadering als hamerstuk of als bespreekstuk. Ik denk in eerste instantie nog aan bespreekstuk. Prima, dan gaat het als bespreekstuk naar de agenda. Dan zijn we aangekomen bij punt 6 van de agenda, dat is de rondvraag. Iemand iets voor de rondvraag? Nee, niemand. Dan sluit ik bij deze oriënterende ronde. Bedankt voor uw aanwezigheid.